Meer kan ik niet. Maar de vleugel van de Stadsgehoorzaal die is helemaal gerestaureerd. En voordat er weer concerten opgegeven kunnen worden, moet die worden ingespeeld. Het theater deed een oproep en maar liefst 150 mensen uit Leiden en de regio melden zich aan als inspeler. Ik had gelezen dat je de vleugel kon proefbespelen en dat leek me een hartstikke mooi idee. In principe mocht je het zelf weten, maar er stond wel bij in het stukje liever geen hele zachte zweefmuziek zoals Einaudi. Dat stond er echt. Hij kan echt als een volbloed paard tekeer gaan, maar tegelijkertijd schakelt hij heel snel en heel soepel over weer naar heel intiem en zacht geluid. Ik ben echt vereerd dat ik hier mag spelen, want wanneer krijg je nou die kans? Ik speel meestal in kleinere gelegenheden. Dus kerkjes of huisconcerten, die ik zelf ook geef. En verder, ik heb al genoten van de vleugel van de klank. Na iedere speeldag haalt een pianostemmer de vleugel helemaal uit elkaar en worden alle onderdelen opnieuw afgesteld. Hij is nu goed vals, hij is veel gebruikt. En als een vleugel net gerestaureerd is en er zijn nieuwe snaren ingezet, zoals bij deze, er zitten nieuwe hamers op. Die hamers hebben nieuw vilt. Die hamers die worden aangestuurd door de toetsen en de onderhamers. Daar zit ook allemaal nieuw vilt. En dat moet allemaal een beetje inzakken en dat moet allemaal een beetje inspelen en dat gaat zich zetten. En ook qua intonatie, er zit een soort elasticiteit in die hamerkop van laagjes vilt. En hoe meer die dan bespeeld wordt, hoe meer zich dat in zijn uiteindelijke positie zet. En dan blijft hij stabiel staan. Anders dan heb je na het spelen heb je altijd weer dat tonen harder worden of dat ze minder goed reageren. Dus het moet zich even zetten. Ik zou hem zo mee naar huis willen nemen.